Ja, dames en heren, welkom hier op mijn Facebook. Doet mij deugd dat er steeds meer mensen zijn die doorkrijgen dat wat Capella zegt eigenlijk nog zo gek nog niet is. Inclusief een psychiater trouwens, want in de alternatieve media, dat is me ook opgevallen, daar heerst ook zo'n paniekstemming hè, naar psychiaters en psychologen toe. Want praat niet over conspiracy theory, want voordat je het weet, slepen ze je, voeren ze je af naar de een of andere gulag. Nou, ik heb mijn psychiater en in dat voortraject, de psychologisch medewerker, exact verteld hoe ik in deze positie ben terechtgekomen en wat ik gedaan heb en ondernomen heb, hoe ik de wereld zie en waarom ik de wereld zo zie, dat er een heel simpel feit is na te trekken. En dat is dat er in de mainstream media er geen geheim meer van wordt gemaakt dat er zoveel worden geregeerd door maar zo weinig. Dat er inderdaad zo ongeveer naar schatting 12 families zijn die het hele wereldvermogen bezitten. Die dus letterlijk iedere centimeter land, lucht, water en goed in werkelijkheid beheren en hebben opgekocht. Dat ligt er gewoon. Die feiten, die kunnen we willen ontkennen, maar die vallen niet te ontkennen. De mainstream media ontkent ze niet. De alternatieve media ontkent ze niet. Niemand kan dat ontkennen. Nou, en de psychiater was al snel van oordeel dat er met meneer Capella in de bovenkamer helemaal niks mis was. Dat er misschien wat mis is met de manier waarop ik het vertel, de manier waarop ik heel emotioneel soms heb gereageerd, uitgehaald heb, mensen persoonlijk verantwoordelijk heb geacht voor van alles en nog wat, dat is een tweede. Ik ben ook bereid om daarover na te denken en ik ben daarover aan het nadenken geslagen en ik had zoiets van kijk, ook dat moet gezegd kunnen worden, dat klopt. Want ik heb op een gegeven moment in mijn wanhoop, woede, frustratie, man en paard genoemd. Het was destijds koren op de molen van alternatieve media, want Capella die vertelde het ze wel eens even. Die maakte het niet uit wie die voor zich had, wethouders of rechters. Ja, het waren allemaal grote criminelen en hier en daar, en dat zijn dingen die kan ik niet ontkennen. Ik heb ze gezegd en ook al heb ik bepaalde video's van destijds verwijderd, een heleboel mensen in dit virtuele gezelschap hadden die video's natuurlijk al lang voor zichzelf naar binnen gehaakt en gooiden die zo weer op het kanaal. Niet ervan uitgaande, nou, of er helemaal, ze hielden er niet eens rekening mee, hoeveel schade dat voor mij bleef opleveren. Maar waarom zeg ik dit? Ik zit hier nu in die dakloze opvang. Maar de dialoog met gemeente Enschede was op geen enkel punt meer mogelijk. Moet je dat voorstellen? Ik kon geen afspraken meer krijgen met wethouders of wat ook. De gemeente had de handen, zo kreeg ik dat ook te horen, hè, van mensen hier, van Capella afgetrokken. Capella zat in een juridisch vacuüm en had geen aanspreekpunten meer. Had ook geen mogelijkheden meer. Nou, dat laatste, daar hebben ze zich vergist. Want er zijn altijd mogelijkheden. Je moet ze alleen weten te benutten. En ik heb mijn persoonlijke muzikale gaven, textuele gaven, heb ik omgezet in productie. Ik ben niet in de negativiteit blijven hangen. En ja, onlangs heb ik een welgemeend, overigens, dat zeg ik er direct bij, een welgemeend excuses gestuurd naar de wethouder in kwestie, die ik heel vaak persoonlijk heb aangesproken op beleid dat eigenlijk ook niet het zijne is, maar waar hij gehoor aan dient te geven. En ik moest terugdenken aan een uitspraak van Kennedy. En die zei, we moeten altijd onthouden dat we met z'n allen dezelfde lucht inademen. And we are all mortal. We zijn allemaal sterfelijk mensen. Ook de wethouders, ook onze bestuurders, ook onze Tweede Kamerleden of de Tweede Kamerleden. We zijn allemaal sterfelijk, we zijn allemaal mensen. En onze machtspositie valt of staat met een laagje van 20 centimeter water. Want we zijn nog lang geen goudvis. En het maakt niet uit wat je van jezelf denkt, hoe belangrijk jij jezelf ook acht en hoe
dat jouw mening er wel of niet toe zou doen. Eenmaal met het gezicht om dat laagje water, als dat te lang duurt, zijn we met z'n allen uitgeluld. Want we kunnen nog lang niet wat voor de goudvis vanzelfsprekend is, niet waar? Dat kunnen we niet. Nou, wat het mooiste is aan dit alles, is dat de gemeente vandaag heeft aangegeven opnieuw bereid te zijn tot een dialoog en mijn excuses heeft geaccepteerd. En dat is weer een stap verder in een veel betere richting, dames en heren. En waarom is dat zo? Omdat er wat gerealiseerd kan worden met dit album waaraan ik werk. Ja, daar kan wat mee gerealiseerd worden. Er zijn namelijk nog vele andere mogelijkheden, maar daar kom ik later, het zijn de tijd zo tussen de bedrijven door, met u wel op terug. Pas geleden zag ik een man in Engeland. En die man die vroeg zich net als mij af wat al die vele tientallen jaren alternatieve media nu in alle werkelijkheid hebben gebracht. Helemaal niks. Want tegenover die alternatieve wereld staat een echte wereld die steeds meer in een negatieve spiraal komt. Steeds verder afglijdt. Daar hebben we het al eindeloos over gehad. Dat hoef ik niet nog eens uit te leggen. Maar er zijn meer mensen die dit merken. En wat ze vooral merken is dat er splintergroeperingen, dus groeperingen, tegengroeperingen binnen diezelfde cirkel bestaan. De mensen van het zogenaamde gezonde voedsel bijvoorbeeld, die natuurlijk zelf ook de aanbiedingen moeten accepteren van de Jumbo, omdat hun portemonnee het niet meer toelaat om dure voedselsoorten te kopen. En de zogenaamde wakkeren, hè, als je daar nu eens echt naar kijkt, die de popsterren verruild hebben voor de coryfeeën van de alternatieve media in dezelfde vorm, in dezelfde blindelingse adoratie, het blind staren op personen, nu boegbeelden hebben gecreëerd, afgoden hebben gecreëerd, coryfeeën hebben gemaakt van bepaalde gezichten in die alternatieve media. Martin Vrijland bijvoorbeeld, uitgeroepen, ik zou bijna zeggen, tot de heiland, de messias van alternatieve verslaggeving. Want die geeft tenminste nog wel correct en eerlijk verslag. Dat klopt. En tegelijkertijd kun je bij hem, via hem, de voedselpakketten bestellen voor na de grote klap of na de nucleaire catastrofe of wat het dan ook maar is wat men zou kunnen verwachten. En het kost je maar iets van $25.000. Nou, dat is toch spotgoedkoop, mensen. Dan kunnen jullie in ieder geval nog 8 jaar, 10 jaar, u en al uw gezinsleden gezellig in die dode akker, die radioactieve dode akker, toch nog barbecuen en een warme maaltijd serveren. En dat kost je maar zo en zo veel, hè? Dus maar €25.000. Met andere woorden, alleen de elite mag eten. Want kent u een bijstandsmoeder die voor haar en haar gezinsleden zo'n pakket kan aanschaffen? Kent u ze? Kent u mensen die in een hele die in de financiële onderlaag verzeild zijn geraakt? Nou, die mensen mogen ook van Martin Vrijland niet eten. Want principe blijft principe. Als je wat goeds wil, als je je redden wil, dan moet je daar wel de poen voor hebben. Niet waar? En dat is wat er ook elke keer fout zit en fout is. En wat ook niet verandert. Het gaat niet veranderen. Want deze manier van denken, die heeft ons gebracht waar we nu zijn. Hoe kan die manier, het voortzetten van zo'n manier van denken, ons daar dan uithalen? Het is te bezopen, mensen, voor woorden. Nou, waak er dus voor dat je geen coryfeeën maakt van mensen die op slimme wijze eigenlijk zinspelen op de gevaren die reëel aanwezig zijn, deze uitvergroten, en daar ook nog eens schaamteloos een boterham mee willen verdienen. Doneer, doe dit, schaf je dit aan, koop dat, word lid van onze store, word lid van onze boekenclub, word lid van dit, word lid van zus. Allemaal trouwens te betalen in de munteenheid die volgens de alternatieve media vals is. Die eigenlijk feitelijk niet eens kan bestaan, maar je moet er wel in betalen. He?
Als je daar dus gewoon al naar kijkt, naar gewoon die simpele tegenstrijdigheden, die niet mijn interpretatie zijn, maar die feitelijk werkelijk vastliggen, dan weet u normaal gesproken, zoals ik wel eens vaker zeg, ook zonder klok, voortaan hoe laat het is. En daar moet je dus gewoon voor waken. Nu is het natuurlijk zo dat ik mij ook wel te degen ervan bewust ben dat het tegengewicht, hè, dan heb ik het even over de negativiteit in de wereld, dat is inmiddels zo groot, zo enorm uitgegroeid, dat kunnen we met de hele wereldbevolking niet meer omver duwen. Daarvoor hebben we het veel te kolossaal laten aanwoeken. Ik verkoop dus geen wonderen. Ik zeg dus niet dat het terugkeren naar jezelf wonderen verricht, maar ik zeg wel dat het mogelijkheden verschaft in het pakhuis der onmogelijkheden. Dat zeg ik wel. Het is gewoon zo, mensen, vrienden, dat wij, de alternatieve media, die heeft ons in hetzelfde stramien gebracht als wat eigenlijk de mainstream al die tijd heeft gedaan. Die heeft ons geleerd om van ons af te kijken. Niet naar jezelf kijken, niet naar je buurman kijken. Die is niet belangrijk. Weet je wie belangrijk is? Wat belangrijk is? De Rockefellers. Daar moet je naar kijken. Naar Obama kijken. Naar Deming kijken. Naar allerlei gewetenloze schurken kijken. Blijf vooral kijken naar onthoofdingen. Want dat is ook zoiets. Dat zie je ook iedere keer terugkomen. Er zitten 4 of 5 mensen, handen op de rug gebonden, naar beneden te kijken. Achter hun staan de gemaskerde lieden met of een mes of een pistool. Spandoek erachter. In het Arabisch daar de een of andere leus op of iets op. En dan is het in één keer al Akbar. En dan gaan ze er allemaal aan. Ja, dan worden ze daar of onthoofd of niet in hun hoofd geschoten. En dan zitten we daar op dat Facebook. Oh, wat erg. Wat zijn het toch ook. Wat een gruwel. Wat een gruwel. Maar is het u niet opgevallen dat in die executievideo's, hè, waar 4 of 5 of 6 mensen in de handen zijn gevallen van dit soort, ja, wat ik dan toch noem, barbaren. Hè, want waar gaat het over? Daar kijken we vol afgrijzen, kijken we ernaar. Maar we hebben tegelijkertijd geleerd om naar beelden te kijken van Amerikaanse militaire ingrepen, droombeelden, waar hele gezinnen, hele huizen, halve steden worden opgeblazen, zonder daar iets eigenlijk van te vinden. We vinden het gruwelijk als we het de moslims zien doen. Maar als we de westerse wereld nog veel grotere gruwelen zien plegen, smartbombs, hele wijken opgeblazen, het vuur geopend op 3 mannen en een vrouw die je daar nog ziet rennen vanuit een drone. Take them out, take them out. Yeah, 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 take them out. Blow up the truck. Yeah, it's gone, sir. Dit, dat. Als we dat soort dingen zien, dan associëren we het klaarblijkelijk met een speelfilm of iets dergelijks. Iets wat niet werkelijk gebeurt. De westerse wereld, de genocide die er overal aan de gang is, zowel in Irak als in Syrië. Dat loopt in de miljoenen slachtoffers. Afghanistan, je kan het zo gek niet meer bedenken. En we vinden daar niet al te veel van. We vinden er pas wat van als er 4 mensen geboeid op een rij zitten. Er wordt geroepen Allah Akbar en ze worden onthoofd of neergeschoten. Dat is te gruwelijk om naar te kijken. Onze perspectieven worden zo gemanaged. Het is gewoon niet meer voor mogelijk. Je kunt het gewoon helemaal niet meer beschrijven. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En dat perceptiemanagement, dat heeft de alternatieve media precies zo gedaan. Precies hetzelfde. Wij kijken vaker naar toespraken van Obama, naar vreemde bijeenkomsten, naar satanische rituelen, naar dit, naar dat, dan dat we ooit het album van Michael Jackson, het Thriller, is gedownload. Moet je je dat voorstellen. We scoren veel hogere kijkcijfers met dit soort gruwelen dan welke megapopartiest ook maar kan verkopen of via downloads aan de man weet te brengen. Het is te ziek voor woorden, mensen, als je daar werkelijk over nadenkt. En dat noemt zich wakker. Dat is dan de alternatieve media. We hebben de popsterren, het aanbieden van popsterren, het idolaat kijken naar filmsterren, verruild voor het idolaat kijken naar de boegbeelden van een alternatieve media, hetgeen niet meer is dan een structuur die
de waarheid of een halve waarheid weet te gebruiken om uw angst in te jagen en uit die angst geld te putten. Doneer, dan krijgt u nog meer vier. Huh? De oplossing is er ook wel, maar die moet u wel kunnen betalen. Hey, als u wilt dat ik blijf verslag geven, dan moet u me toch betalen. Ja, u moet wel betalen. Dat moet u gewoon, ja, ja. En weet u, we hebben ook anti-Ebola kostuums in de aanbieding. Hè? Dan kunt u in uw maanpak voortaan veilig naar het kruidvat. Ja, dan kunt u vertellen toe. Heeft u het geld? Maakt u dat even snel over op PayPal? Of zet even in de Skype dat u belang heeft bij zo'n pak en dan stuur ik u het rekeningnummer wel door. Mensen. Mensen, mensen, mensen. Wat laten die zogenaamde wakkeren zich bespelen. Ze zijn nog vele malen erger dan een stel commerciële voetballers dat zich laat bespelen door managers en de grote bedrijven achter de shirt op drugs. Hè? Nee, Capelle gaat er niet meer mee. Maar ik ga er ook niet meer in mee om iedereen maar te lopen verontmenselijken. Bestuurders te verontmenselijken. Remember what Kennedy said? We all breathe the same air and we are all mortal. We willen allemaal een toekomst voor onze kinderen. Do you remember that? Is dat niet waar? Is het niet waar dat de wethouder van Enschede, waar ik het mee aan de stok heb gehad, ook gewoon naar huis wil, geen oorlog wil, niet op een beestachtige manier zou willen worden opgeknoopt of opgehangen? Is het niet gewoon waar dat daar ook een man zit die maar heeft te roeien met de riemen die hem worden uitgedeeld en die dan maar een steeds onpopulair wordende koers moet verdedigen? Dat is gewoon waar. Ik denk dat als we elkaar weer als de mensen leren zien en benaderen en als we eens op zouden houden met die verschrikkelijke alternatieve hypocrisie, dat we dan een heel eind zouden komen. Denkt u ook niet? Want hoe hypocriet moet je wel niet zijn? Als je enerzijds loopt te verkondigen het geld, dat is geen betaalmiddel. Het komt zo uit de lucht. It's fake, it's not real. Pay me for that message. Het is te belachelijk voor woorden, mensen. Doe je mee wat u wil. Maar en maak er vandaag ook voor uzelf eens een positieve dag van. Besef u dat iedereen die in uw nabijheid woont, het verdient om gezien te worden. Veel meer verdient om gezien te worden dan al die grote bedriegers waar we zo tegenaan lopen te schoppen. Maar die we wel constant in een daglicht blijven plaatsen. Weet u toen, en daarmee ga ik besluiten, als je de film Michael Collins kijkt, dan weet je dat die strijd die hij heeft gewoed, hè, die Britse overheersing in Ierland, die is niet beslecht alleen met oorlog en met vechten en met bloedvergieten. Maar één man die had het bij het juiste einde, ik weet even niet meer hoe hij heet, maar die zei toen tegen Michael Collins, we kunnen ze misschien niet verslaan met wapens, we kunnen ze niet verslaan met mankracht, dus we moeten ze verslaan door ze te negeren. En dat is het. Doe dat u zelf en uw directe omgeving nooit aan. Maar negeer datgene wat u werkelijk ziek maakt. Als je naar de alternatieve media kijkt, in de veronderstelling dat dit de oplossing is, vraag je dan zelf af waarom dat 15 jaar of 20 jaar niet hebben weten bij te dragen aan enige verbetering die feitelijk gemanifesteerd is, hè, die geconstateerd kan worden, waar dan ook op deze wereld. Vraag je eens af wat er zou gebeuren als we het dan over die complotten hebben. We hebben het toch altijd over het grote farmaceutische complot. En wat zeggen we daarvan? Hey, ze schrijven medicijnen uit en de mensen worden er alleen maar zieker van. Nou, als we diezelfde perceptie eens los zouden laten op de alternatieve media, dan moeten we ook daarvan erkennen dat het geen geneesmiddel is. Ze schrijven problematieken uit,
En de mensen worden er alleen maar zieker van. Dit is niet de geneeskundige weg. Doe daarmee wat jij vandaag wil en wat je ermee kunt doen. And watch yourself and somebody close to you.